Nee, oh wat erg. Dit is bizar. Strijders, welkom bij een nieuwe Draft Date. Potverdorie, wat wordt dit weer een heerlijk videootje met toch wel weer twee leuke mensen, denk ik. Ik denk vooral dat onze David echt een prachtventje is. Echt een man aan mijn hart als ik hem zo een beetje spreek en een beetje zo rond zie huppelen. We gaan het allemaal zien, wat hij helemaal klaar gaat spelen. Met hier zo Jilly. En Jilly is echt zo'n paardenmeisje. Echt zo'n, ja, meisje, volgens mij is ze niet de makkelijkste. Maar het is wel een welbespraakt meisje. Dus ze kles lekker mee. Ik ben echt benieuwd hoe dit gaat worden. Gaat David er een date uitslepen? Dat is de grote vraag. Zij maakt het team en hij speelt die FUT-draft. Zij maakt hem gek en zet een challenge voor hem als hij het niet haalt. En hij wil gewoon die date winnen. Dit is Draft Date 2.0. Ja, mijn naam is David. Ik ben 18 jaar oud. Ja, 18 alweer, ja. Ik heet Jilly. Ik ben 19 jaar oud. Ik heb me opgegeven omdat ik de video's er superleuk uit vond zien. Mijn doel wordt toch wel, ja, eigenlijk de draft winnen. En als dat niet lukt, ja, dan wordt het toch een beetje de charmes in de strijd gooien. Ik val op hele lieve mannen. Heel zorgzaam. Ook iemand die wel een speciaal doel voor ogen heeft. Mooi innerlijk. Daar gaat het vooral om het innerlijk. Ja, aardig. Vrolijk. Spontaan. Behulpzaam. Ja, je moet wel langer zijn dan ikzelf. Maar dat lukt wel. Ik ben niet zo groot. Ja, ze moet toch wel mij de stimulans geven om toch die draft te winnen. En dan ja, ook nog goede spelers te kiezen, want daar gaat het eigenlijk om. Ja, natuurlijk ken ik Ronaldo. Messi, Van Persie, Robben. Ja, ik heb vertrouwen jongens. Het gaat gewoon, wordt gewoon een easy win. 4 potjes, klaar. Ik ga proberen de minste goede spelers natuurlijk uit te kiezen. Maar omdat ik niet het perfecte verstand heb van FIFA, weet ik niet of dat helemaal gaat lukken. Ja, ik zie het gewoon wel. Ja, ik ga heel veel met hem praten. Ik denk eerst over zichzelf, over hem, een beetje van waar kom je vandaan, hoe oud ben je? Ja, dat zal toch als de bal bijvoorbeeld uit is, toch eventjes even een blikje naar rechts of naar links, waar ze ook zit. En dan voor de rest gewoon een praatje maken. Maar toch wel die concentratie op het FIFA zelf. Nee, ik ben zelf niet zenuwachtig. Nee. Ik hoop natuurlijk wel dat hij die date niet wint. Ja, het begint toch wel te kriebelen nu. Ja, je weet het nooit wat het wordt. Het ziet wel leuk uit, ja. Je lacht zo leuk, mooi blond haar. Had hij hem even gescand? Oké, dit is hem. David. Staat hier met Femke Louise op de foto? Nou ja, zeg. Ja, hij is niet lelijk hoor. Oh, leuk, ja. Wel leuk sporter, ook een leuk paard zie ik. Oud schat ik hem? Ongeveer even uit de 19? 21 denk ik. Ja, ik heb heel veel zin in, ja. Ik heb er zeker zin in. Hey. Hoi. Hoi. David. Jilly. Hoi. Hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, ook. Mooi. Ik ga het je even moeilijk maken. Ja, dat dacht ik al, ja. Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling, ja. Ik zag gelijk leuke, lieve jongen. Ja, leuke meid, ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Ik ga jou de controle geven. Oké. Dan mag je op ja drukken. Dan begin je met de opstelling. Dan moet je één van deze kiezen. Ik kies voor deze. Ben je er blij mee? Ja, ik heb niks te klagen. Je hebt niks te klagen, oké. Ja, nu kan je het ook leuk maken, maar ja, dat is aan jou. Of niet? Ja, ik vind Ronaldo leuk. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Ja, dat vind ik wel leuk. Nou, die vind ik een leuke naam. Oké. Die hoor je weer erbij. Als je zo doorgaat, dan. Ja? Ja, dan wordt het wel leuk. Ja. Oké. Ik heb helemaal geen verstand van FIFA. Dus ik heb echt willekeurig gewoon spelers gekozen. Ja. Waarom staat hij telkens in het blauw? Dat zie je. Er zijn verschillende versies van de kaartjes. Deze. Wat voor jammer. Gemiste kans. Maar ja. Ik ken echt alleen die hele bekende. Ja, de hele Messi, bekende. Ja. Ronaldo. Zullen we gewoon Nederlandje doen? Ja, het is jou. Ja, ik mag er niks. Die mag erin omdat hij lang. Ja, die heeft gewoon een haar. Daar kan je gewoon niet omheen. Ja, daar kan je niet omheen. Daar kan je gewoon niet omheen. Ja. Ga je weer naar het uiterlijk kijken? Ja, soms wel, soms niet. Deze vind ik ook leuk. Ja, Frankrijk heb ik nog niet gehad. Nee. Nee, deze ken ik wel. Ja, die ken je wel, ja. Ja, die doen we er ook weer bij. Nederlander, leuk. Sillissen ken je, ja? Ja, die ken ik. Die heeft toch bij Ajax gespeeld? Die heeft bij Ajax gespeeld, ja. Ja, nou. En Nederland zelf al, ja. Blauwtje kan er wel bij, ja. Ja. Een Duitser. Een Duitser. Die hadden we nog niet. Nee, die hadden we ook. Oh, die hadden wel een Duitser. Oh, echt? Ja, één Duitser. Oh. Ja, wacht even. Ja, het blijkt toch pijnlijk als je zelf in de route bent. Ja? Nee, op een gegeven moment voelde ik mezelf wel een beetje wegzakken. Ja, toen dacht ik, Ja. Pijnlijk ja, voor dat je? Is toch wel eventjes lastig om te zien. Ja, ja. Lastig. Ja. Ja, normaal dan kan je helemaal zelf kiezen. En nu is het gewoon een beetje kijken. Voor wie je gaat. Oh, ik zie daar ook basisbewaker. Ja, daar hoef je eigenlijk niet naar te kijken. Oh, niet. Maar dat, dat kan, als je dat leuk vindt om te kijken. Ja, nog een Duitser. Nog een Duitser. Nee, we gaan geen Duitsers meer nemen. No. Pak wel een Nederlander. Ja. Ja, Nederlander. Chileen. Nog Nederlands doen dan? Ja, het is aan jou. Ja.
kijken wat hij ervan maakt. Ja, en als laatste nog een Nederlander. Nog een Nederlandertje. Oké, okay, nou, ja? Nou ga ik er wat van maken. Oké. Okay. En dat wordt een hele opgave. Ja? Ja, dat wordt wel een opgave. Heb ik het lastig voor je gemaakt? Je hebt het wel redelijk lastig gemaakt, ja. Okay. Maar daar moeten we toch mee doen. We gaan zo spelen, hè. En als ik verlies, dan ga jij denk ik heel blij naar huis. Heb ik een hele leuke challenge voor je. Wil je hem al weten? Of zal ik de spanning erin houden? Misschien heb ik dan wel meer motivatie om te winnen als je me vertelt. Ik dacht eerst, als je verliest, dan moet jij dameskleding aan. En dan een foto op je Instagram zetten. Maar dat vond ik te erg. Oh, die vind ik nog wel meevallen, eerlijk te zijn. Ik dacht, ja? Ja, echt? Die vind ik nog wel meevallen. Vond het best wel heftig. Ja. Maar toen dacht ik, die vrouwenkleding moeten we erin houden. Alleen dan komt het aan het einde van de vlog. Ik vond ze eigenlijk allebei wel gewoon wel een beetje gelijk. Dus ik bedoel, op mijn Instagram zien minder mensen dan op YouTube. Maar oké. Okay. Dus aan het einde van de video, dan sta ik misschien nog wel vrouwenkleding. Ja. Ben je alleen gekomen? Nee, ik heb een vriendinnetje mee. Oké, okay, leuk. Ja, ja, we hadden gisteren een event in Amsterdam Centrum. En toen hebben we in Amsterdam geslapen in een hotelletje. Gisteren nog even lekker op het terras gezeten en gedaan. Oké, okay. Dus het is laat geworden gisteren? Nou, ik denk dat het 11:30 was toen we in bed lagen. Ik ben er gisteren ook maar vroeg ingegaan, want... Ja, jij moet top gefocust zijn natuurlijk. Ja, en het was vanochtend ook wel een vroegertje, moet ik zeggen. Ja? Hoe vroeg moest je op? 7:45 volgens mij. Ja, kwart voor acht. Want je hoeft er niet naar school vandaag. Nee, helaas, helaas niet, Max. Ja, score je nou? Nee, dit is toch een hele pijnlijke tegengoal. Oh, is het tegengoal? Ja, dit is een tegengoal. Yes! En dan kan je toch heel leuk gaan juichen. Oh, hij juicht ook. Ja, nou ja, ik moet vandaag ook nog even wat aan mijn werk gaan doen. Ja? Ik denk dat zij het wel leuk vinden als ik ga vertellen dat ik zo hier in vrouwenkleding heb gestaan. In vrouwenkleding gestaan. Ja. Ja, maar kijk, als hij op mijn Insta kwam, ik kom hier gewoon 2-0 achter. Dat is echt bizar. Nee. Ja. Wojo. Oh, 9 minuten. Ja, dit is echt heel pijnlijk. Hij werd wel redelijk gek toen die 2-0 er aankwam. Oh, ja, we hebben nog wel genoeg tijd om het recht te trekken. Ja, dan moet ik eens scoren hoor. Ja. Doe je nog iets, opleiding? Ja, ik doe marketing, communicatie en evenementorganisatie. Op het Johan Cruijff College in Roosendaal. Maar het Johan Cruijff College is volgens mij toch alleen als je een... Ja, voor topsporters. Ja. Klopt, ik rij op hoog niveau paard. Ja. Ik heb ook enkele jaren in het Nederlands team gereden. Oké. Okay. Want je krijgt ook heel veel vrijheid om je sport uit te voeren. Ja, ja. Ja, met trainingen en wedstrijden. De langste schooldag is van 9 tot 3:15. Oh, echt? Dus je hebt ook echt ontzettend veel tijd om je sport te beoefenen. Ja. Dat klinkt wel als lekkere schooldagen. Die van mij is van 9 tot 4:30. Oh, ja. Oh, we komen hier gewoon 3-0 achter. Nee. Dit is bizar. Ja, hier zie je toch dat de kansen gewoon niks zeggen. Ja. Het is gewoon effectief verrekenen. Nee, deze gaat er ook niet in. Nee, oh, wat erg. Ja, we gaan gaat er nog daar? Over. Nee, ja, gaat niet. Nee, de kansen gaan er gewoon niet in. Bij hem gaan ze er wel in, maar bij mij helaas niet. En doe je nog iets qua werk? Ja, ik werk in de horeca bij een restaurantje bij ons in Moerdijk. Een soort van tapasrestaurant. Kan je heel lekker eten. Oh, tapas, ja, dat is wel lekker. Ja, is heel leuk. Ja, we gaan het nog gewoon proberen. We hebben nog de hele wedstrijd. Ja. Ja, anders is het gewoon in de vrouwenkleding. Zie je het al voor je? Ik zie het wel een beetje voor me. Ja, ik nog niet om heel erg te zijn. Ik had me al voorbereid op echt de ergste dingen. Ja. Ik heb ook gezien dat... Ben je nog wel een beetje blij met wat ik heb verzonnen? Of is het echt... Ik moet zeggen, ik ben er nog wel redelijk blij mee aan. Okay. Ja, want ik heb ook gezien dat Nat het in het water springen en hij is opgemaakt en zo. Nee, opgemaakt, dat vond ik dan ook nog wel van oké. Okay. Ik moet zo wel naar mijn werk natuurlijk. Ja, als ik daar dan opgemaakt aankom. Ja, ik heb wel een baan waar wel veel mannen werken, dus dat gaat, ja. Dat gaat dan niet werken. Nee, dat gaan ze niet waarderen, denk ik. Ja. Het is niet best. Het is niet best, nee. Nee. Een paar hele kleine kansjes gehad, maar... Daar gaat onze Nederlander. Ja, nou ja, we hebben nog Nederlanders erin staan. Oh, oké, okay, gelukkig. We gaan het zien in de tweede helft. We gaan het zien. Ja, anders wordt het een snelle aflevering. Ja, het wordt gewoon een hele snelle aflevering, ja. Nou, ga je het proberen? Ja. Ik zie het somber in. Maar we geven het nog niet op. Nou, hij mag er niet in. Hij mag er echt niet in. Laat me zo denken, we zijn vandaag vrij. En daar gaat het om. Het is lekker weer. Het is lekker weer. Ben je ook vrijdag vrij? Ja. Dat is heerlijk. Heerlijk lang weekend. En werk je dan gewoon in het weekend? Soms wel. Niet ieder weekend. Ik heb niet echt vaste dagen. Dus ik heb iedere keer een rooster wat ik gewoon kan invullen.
Ja? Ja, dat was heel jammer. Dat was echt heel jammer. Ja, dat was heel jammer. Hey, zit je in het laatste jaar van je opleiding? Ja. Ja. Nou, we komen ook gewoon nog 4 achter. Alex Schot gaat erin. Ja, ik ga me mentaal maar voorbereiden. Nou, ik was al bezig. Oh, wat erg. Ja. Oh, wat erg. Dit is echt heel jammer. Nee, je hebt het goed gedaan. Eerste potje ook. Ja, dat is het enige wat ik kan zeggen. Maar dus je hebt dit jaar, heb je nog gewoon examens of heb je die al gehad, een groot deel? Ik heb al een deel gehad, ja? Maar het grootste deel moet nog komen. Oké. Okay. En dat begint over 2 weken. Ja, ik heb dan vakken zoals Nederlands en zo en Engels, heb ik allemaal afgerond. Oké. Okay. Dan heb ik alleen nog marketing, dat soort dingen heb ik dan van dat heet dan niet examens, maar proeven van bekwaamheid of zo. Oh ja, die heb ik gehad. Maar dat is in juni pas volgens mij, dus ik heb nu nog, er komen ook 5, want ja, het is heel erg. We kunnen er excuses voor gaan bedenken, maar dat gaan we niet doen. Je hebt gewonnen. Nee, heb ik gewonnen? Je hebt gewonnen. Oh, ik ben wel benieuwd hoor. Ja, in dameskleding. Ja, ik weet het niet of het me gaat staan. Ik ben vooral heel benieuwd naar de outfitjes. Ja, snap ik. Maar kan ik nog kiezen? We hebben volgens mij rokjes bij. Ja. Ja, en dan een panter rok, een lange. Die hebben we. Volgens mij hebben we ook nog een jurkje. Ja, we hebben van alles hoor. Het gaat er gewoon in. 6-0? Ja. Nee. Het gaat er gewoon allemaal in. Nou. Ja, dan een beetje teleurgesteld natuurlijk. Je hoopt dan toch dat je doorgaat. Het blijft gewoon een gok eraf. Zeker als je start met zo'n team, dan blijft het gewoon zeker helemaal gok. Ik hoop dat hij de volgende keer wel kan winnen met FIFA. Ja, dit is een leuke aflevering. Een korte aflevering. Ja. Dat is niet wat ik ervan verwacht had. Wow. Maar ja, het is zover. Het is zover. Oké. Okay. Oh, wat erg. Oei, oei, oei. Ik ga maar tussen zitten. Ja, dat mag. Ah, jullie zaten wel dicht bij elkaar. Dat was wel, ja, dat moet je dan toch wel doen. Poh, maar ja. het is snel klaar, begrijp ik. Ja, het is heel snel klaar, ja. Ja, we gingen gewoon. De start ging heel lekker. En toen gingen we naar de opstelling. Of naar de spelers toe. Er waren veel Nederlanders, ook veel Duitsers. Maar ja, wel veel slechte Nederlanders en veel slechte Duitsers. Ja, Gilly, maar hoe vond jij dat hij deed? Nou, hij is sportief. Je bent sportief. Wel, hè? Ja, ja, hij is zeker sportief. Jij wist al die Nederlanders, die Duitsers zijn allemaal niet zo heel goed. Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb gewoon een beetje, ja, die vond ik leuk en die vond ik leuk. En ik dacht, ja, Nederlanders is leuk. Ja, er moeten ook een paar knappe spelers tussen. Jij weet wat je te doen staat, volgens mij. Ik weet wat er te doen staat, ja. Ik ga me omkleden, ik ga me mooi maken. En dan kom ik zo terug als Davida. Davida. Ja, Davida, ja. Nu al heel veel respect voor David, echt. Wat een man is dit. Gewoon onwijs Davida. Ik kan niet wachten, dit wordt gezellig. Ja, dit wordt leuk. Ga je omkleden? Ik ga het doen. Top. En daar sta je dan. Daar sta je dan. In de nieuwe outfit. Het staat je wel goed hoor. Ja, dank je. Ja, ik wil wel mee naar huis nemen. Ja? Ja, ja. Mag. Oké, okay, top. Oké. Okay. Nou, gaan we dan doen. We gaan dit nog wel even zo kijken. Ja. Ja, zo hoort het hè. Hoort het zo? Ja, dat okay. hoort Oké, oké. Okay. Ja, je hebt het heel goed gedaan. Ik heb verloren, jij hebt gewonnen. En hier sta ik dan. In mijn nieuwe outfit. Geen date. Nee. Geen date. Helaas. Gemene gevoelens, ja. Zeker met deze outfit aan. Ja. Ja, dat kan ik niet anders zeggen. Helaas. Helaas. Oké. Okay. Oh, 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 oh. Het was weer niet de draftdate van de man. De jongens, ze spelen het maar niet klaar. Het is echt een onsuccesvol seizoen zo, draftdate 2.0. Want echte dates, het komt niet vaak voor. Maar wat een respect wel voor David. Wat een mannetje. Wat echt schitterend. Ik vind het echt knap dat je dan zo hard afgaat eigenlijk in FIFA spelen. En dan toch wel gewoon dat een man neemt. Gilly was wel hard, hè? Gilly wilde wel echt heel graag dat hij zou verliezen. Dat er echt geen date aankwam en dat hij gewoon echt meteen bam, eerste pot verloor. Wat dat betreft heeft de vrouw weer de zin. Het was maar weer een afleveringetje. David, nogmaals, echt respect aan jou. Je bent een man, zo zie ik ze graag. Ik ben de echte. Thanks voor het kijken, jullie allemaal. Dit was Draftdate 2.0. Wil je niks missen van deze video's? Abonneer je natuurlijk eventjes. Je kunt hier een volgende video kijken. Thanks voor het kijken. Vergeet niet even te liken als je het leuk vond. Adios, tot de volgende keer. Ciao.